onderhandelen voor de beste transactieprijs van een pand. Dat gaan we vandaag bekijken. Het grappige is, de vraagprijs hoeft niet de prijs te zijn waarvoor jij een pand koopt. Maar dat is gewoon waar de makelaar het pand voor online heeft gezet. Ja, nou, zo logisch is het. Zo raar is het niet. Alleen, het is de vraag aan jou als koper, als investeerder in dit geval, om te kijken van, is dit nou de prijs die ik wil betalen? En is dit waard? Hoe ga je nou kijken van, hoe kan ik deze prijs onderhandelen? En hoe kan ik zorgen dat ik de beste prijs krijg? Ik zeg niet altijd de laagste prijs is niet altijd alles, maar de beste prijs. Je hebt natuurlijk in de huidige wereld heb je dingen als van kopen onder voorwaarden. Dan zeg je, weet je wat, ik ga dit bedrag bieden en dat koop ik. Zodra ik de financiën als voorwaarde rond krijg. Nou ja, goed, meestal zou ik zeggen van doe je onderzoek vooraf sowieso überhaupt om te kijken hoeveel geld je kunt krijgen. Dan weet je dat al van de bank. Zodra jij al weet hoeveel van de banken krijgt, hoef je die voorwaarden, dus kopen onder de voorwaarden van financiering rond te krijgen, hoef je al helemaal niet mee te zetten. Want je weet of je kunt lenen. Want je hebt net, zeg maar, bij de bank ook gevraagd of je kunt lenen. Als jij al weet dat je 2,5 ton kan lenen bij de bank met het geld wat je hebt, waarom zou je überhaupt nog, zeg maar, moeten zeggen van, nou, ik ga bieden onder de voorwaarden van financiering. Ja, sorry, maar dat is best wel een beetje knullig. Waarom zou je dat doen? Je weet al dat je 2,5 ton kan lenen en je biedt op een pand van 2 ton. Ja, sorry, maar dan weet je toch wel dat je het geld kan krijgen. Dus het geld kun je al rondkrijgen. Dus dan zou ik dat bieden onder voorwaarden van financiering, zou ik weglaten. Zodra je gaat bieden zonder voorwaarden, nou, dan zegt die verkoper, denk al, hey, deze gast die wil hem kopen en die biedt geen voorwaarden. Dus als dat niet lukt, dan kan hij hem gewoon kopen. Dus dan wordt het sowieso wat. Hetzelfde geldt met een bouwtechnische keuring. Vaak zijn de bouwtechnische keuring doet een aantal standaard checks zodra je door de woning heen loopt. Ga eens kijken bijvoorbeeld de cv-ketel of die nog goed is. Ga eens kijken of die nog een lange tijd meegaat. Ga eens kijken of er bijvoorbeeld vocht in het kruipluikje zit. Steek je hoofd er gewoon in. Ik snap het. Het is een vieze locatie misschien. Dat wil ik helemaal niet in. Maar ga eens daarnaar kijken. Ga eens kijken of er iets van betonrot is. Ik noem maar even iets. Ga eens kijken of de constructie nog goed is. Ga eens kijken of het kozijn nog goed is. Hier achter mij is ook een kozijn. Daar wijs ik naartoe. Maar ga daar eens naar kijken. Er zijn zeker allemaal punten waar een bouwtechnische keuring naar kijkt. Jij kan diezelfde dingen ook doen. Nou zeg ik dat jij niet natuurlijk een gecertificeerd iemand bent, maar de basale dingen, die kun jij zeker bekijken. En als je dan nog zegt van, ik wil nog steeds een bouwtechnische keuring doen, bijvoorbeeld, ja, dat kan natuurlijk altijd nog. Maar ga dus over nadenken, welke onderhandelingsruimte heb jij? Nou, zodra je al die voorwaarden dingen weet, dan gaan we eens kijken naar het geld. Hoeveel heb jij ervoor over om in dit pand te gaan wonen? Moeten er dingen verbouwd worden? Nou, dan neem je de verbouwkosten mee. Leg er ook gewoon voor. Geef de makelaar aan van, ik ben ook maar mens. Ik ben ook mens en ik wil het pand wil ik verbouwen, ik wil er een nieuwe badkamer in, dus dan ben ik een paar tigduizend euro kwijt. Ja, wil die verkoper daarmee meedenken? Want ik weet dat die verkoper, die heeft er misschien al 15 jaar in de badkamer gewoond en gebruik van gemaakt. Is het nog in het huidige stel dat ik zou willen? Of is de badkamer net nieuw, 2 jaar geleden en ik kan er gelijk in? Ja, nou goed, dat neem ik dan mee in de verkoopprijs natuurlijk. Dan vind ik dat wel weer interessant. En dan hou ik het prijs wel weer interessant. Maar ga dus zeker kijken, wat doen die dingen dus met de prijs? En neem die prijs, die prijzen en verbouwingen, neem die ook gewoon mee en ga eens gesprek met de makelaar. Wat is er mogelijk? Wil die partij meedenken bij mij? Nou, is een heel interessante. Nou had ik laatst eentje. We hadden een pand gekocht en we kwamen in eerste instantie niet uit over de prijs. En die dame, dat was een oudere dame. Nou, ik was in gesprek met de makelaar. En we kwamen toen een pand bezichten en toen waren die eigenaar, dus die dame was er ook. En ik zeg, kan ik u helpen met de verhuizing? Nou, dat bood ik aan. Ja, dan denk ik ook van, is het heel gek? Ja. Nou, die dame zegt, dat zou ik wel prettig vinden. Mijn kinderen wonen heel ver in Nederland, aan de andere kant van het land. En ik kan wel verhuisservice gebruiken. Ik zeg, weet je wat? Ik betaal de verhuisservice wel. Ik regel een bus. Ik regel een paar gasten die me helpen met slepen. Regel ik de verhuizing. En ineens was die dame akkoord met dat ik gewoon een paar duizend euro onder ging bieden. Nou, verhuisservice kost mij geen paar duizend euro. Maar voor zo'n persoon kan dat natuurlijk heel veel betekenen. En dan gaat het soms niet meer over het geld, maar gaat het soms om het gebaren wat je aanbiedt. En ja, net als wat ik in heel veel andere video's van mij altijd over praat, bouw relatie. En door het bieden van een service, ik bouw de relatie in die paar minuten dat ik contact had met die persoon, zei die persoon, ik vind het wel een hele fijne koper die aanbiedt gewoon om mij te helpen met verhuizen. En ineens ging ze akkoord. Ik had geen voorwaarden, net als heel veel anderen. Ik was akkoord met de bouwtechnische keuring, maar ik bood aan dat ik die persoon wilde verhuizen. En dan bood ik gewoon aan, ik zeg, u krijgt mijn woord en ik ga je helpen met verhuizen. Dus op die manier, kijk naar de situatie, ga in gesprek en klinkt heel gek, maar wees mens. Wees mens voor de verkoper en dan krijg je soms in één keer een hele gunfactor mee.
En dat is jouw factor die ik van jou krijg door dat jij kijkt naar deze video. En dat je denkt, oh, die Chinees, die mag ik wel. Een leuke vent. Soms maakt hij een beetje slechte grappen, maar hij is wel leuk. Die gunfactor moet jij ook creëren. En op die manier kun jij misschien soms onderhandelen in de prijs. Dat is hem. Bedankt voor de video kijken, jongens. Tot de volgende. Allemaal even.